Ik was 22 en Marcel was 12. En, dus je was ineens moeder van een puber? Ja, het leuke daarvan was dat je ook heel snel naar ouderavond mag. En als je dan zelf net van de middelbare school af bent, laat ik het zo maar zeggen. Dan is dat wel bijzonder dat je die docenten zo tegenover je hebt. Dat vond ik wel grappig. Zeggen heeft Wilma Mansveld het mooiste stadstuintje van Groningen. Maar tijd om er te gaan zitten met een goed boek heeft ze nauwelijks. Haar werk als staatssecretaris in Den Haag neemt het grootste deel van de week in beslag. En dus is er veel te weinig tijd voor hobby's. Een van de hobby's die ik heb is lezen. Maar die is een beetje veranderd, die hobby. Die hobby is nu geworden zorgen dat de boeken die ik graag wil lezen, dat ik alvast heb. Voor als ik straks tijd heb om te lezen. En dit is daar het resultaat van. Ah nee, wat cadeau die moet je allemaal nog lezen. Die moeten allemaal nog lezen, ja. En binnenkort ben ik jarig en verwacht ik dat ik toch wel weer een groot aantal boeken krijg. En die gaan we dus bovenop. En ik heb bedacht dat ik dus om het schilderij heen kan en deze muur er ook nog is. Maar het, dan lees ik een recensie en denk ja, dat boek wil ik lezen. Nou, dan komt het op de stapel. Maar wanneer ga je hier aan beginnen dan? Nou ja, ik denk niet dat ik ooit met pensioen ga, want ik denk dat ik altijd wil werken. Dus ik moet dat iets beter gaan plannen. Maar het gaat gebeuren. Ik wil een toekomst voor iedereen. Daarom kies ik Partij van de Arbeid. Mansveld wordt laat politiek actief. Vanaf haar 41ste is ze statenlid en later fractievoorzitter van de PvdA in de Staten van Groningen. In 2011 wordt ze gedeputeerde. En zien we haar steeds meer binnen en buiten het provinciehuis. Je moet direct samenwerken en daar draait heel veel om. Gewoon samenwerken. En dan is er in de herfst van 2012, na de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, totaal onverwacht een sms'je van politiek leider Diederik Samsom. Nou, de sms'je was, kun je me even bellen? En ik zat bij een diner. Ik heb ook een foto gemaakt van een aantal mensen op dat diner. En die foto, als ik daarnaar kijk, moet ik nog aan dat sms'je denken. Ik heb gezegd, nou ja, ik bel je vanavond, ik heb nu even geen tijd. Maar dacht je toen direct, oeh? Nee, helemaal niet. Waarom zou die anders willen bellen? Nou ja, de onderhandelingen zijn gaande. En er zijn natuurlijk altijd politieke punten. En een van de politieke punten die in het verleden wel opkwam in het noorden is natuurlijk de bestemming. Of de bestemming zou er wel of niet nog kerncentrale. Waar moeten die komen in Nederland? En er zijn nog reserveringen voor. Dus ik was echt, dacht van nou, misschien wil die iets weten voor de onderhandelingen. Ja. Dus ik was echt verbijsterd en even stil toen hij die vraag stelde. Ja. Je hebt tijdens dat diner wel hem gebeld nog? Nee, ik ben naar huis gegaan en mijn partner zei, misschien moet je toch even bellen. Want het is toch wel een bijzondere periode. Toen dacht ik, dan moet ik nu maar even bellen. Ja. Dat heb ik gedaan. En hij stelde inderdaad die vraag en ik heb daarover nagedacht. Je hebt niet meteen ja gezegd? Ik heb gezegd van, het lijkt me geweldig. Maar ik wil er even thuis over praten en toch even rustig over nadenken. Nou, die tijd die was er. Ja, wat waren de afwegingen voor je? Je krijgt een ander leven. Ik was net anderhalf jaar gedeputeerde met heel veel plezier in een hele leuke club. Je vraagt je af privé, hoe ga je dat doen? Want als je in Groningen woont, dan ga je in Den Haag werken. En dan ben je door de week in Den Haag. Heen en weer rijden was voor mij geen optie. En ik heb een partner die een COPD heeft, een longemfyseem. En dan moet je toch even kijken met een aantal vrienden. Hoe organiseer je alles zo dat hij gewoon naar zijn werk kan gaan en dingen in huis gebeuren en privé gebeuren? Nou, ik zei tegen Jacob, wil je de tv even uitzetten? Jacob is mijn partner. Wil je de tv even uitzetten? Ik heb net Diederik gebeld. Huh? En er was voetbal op tv, dus hij was wat verstoord dat de tv uit moest. Ja. En toen zei ik, ja, deze vraag is gesteld. En hij zei alleen maar, nou, daar kun je geen nee op zeggen, dat moet je gewoon doen. En zet de tv aan en kijkt verder naar de wedstrijd. Schitterend. Dus het was ook, het voelde ook gewoon goed. En heb ik ja gezegd. Ja? De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld. Dat verklaar en beloof ik.
Wilma Mansveld wordt bijna 51 jaar geleden geboren in Hilversum en groeit op in de Utrechtse arbeiderswijk Hoograven, samen met haar ouders en jongere broer. De wijk Hoograven staat inmiddels bekend als een probleemwijk. Ik herinner mijn jeugd als een hele fijne jeugd in een arbeiderswijk. En, ik woon op een plein met een grasveld en een zwembadje voor kinderen en kinderspeeltoestellen. Dus het was heel toegankelijk. Iedereen kende iedereen. En toen ik er vorig jaar kwam, bleek dat het een wijk is geworden met cameratoezicht, wat in de herstructurering zit. Ja, en dan zie je dat. En dan zie je je eigen jeugd, want dat zijn je herinneringen die je dan ziet. Maar ik heb hele warme gevoelens nog steeds bij Utrecht. Ik vind het een hele prettige stad, maar Groningen is nummer 1. Kom je uit een politiek nest? Nee, ik kom echt uit een arbeidersgezin. Wat deed je vader? Mijn vader was vertegenwoordiger in graszaad en later in beton. Dus als klein kind wist ik al heel goed Engelse melange. Ik kon de graszaden uit elkaar houden, want er kwamen natuurlijk mensen van het werk bellen naar huis. En het was geen politiek gezin, maar hard gewerkt. En we gingen naar Vianen verhuizen, toen naar een nieuwbouwwijk. Nou, dat hebben we als gezin ervaren, een hele stap vooruit. Ik ging toen ook naar een andere middelbare school. Dus ik heb een hele prettige, fijne jeugd gehad. En je moeder, werkte die ook? Mijn moeder heeft, toen ik op school zat, niet gewerkt. Pas later, ik was toen al op de middelbare school, is gaan werken als vrijwilligster in de bibliotheek. En later had ze daar een parttime baan. Maar mijn moeder was eigenlijk thuis als ik thuis kwam. En dat vond ik heel erg prettig. Ik heb een hele leuke moeder en een hele leuke vader. Ja, en ze leven nog, hè? Ja, en ze leven nog. Ze wonen in Emmeloord. Zijn ze trots op je? Ja, ik denk dat mijn ouders erg trots op mij zijn. Een heel... heel bijzonder vinden. Ook wel ontzettend verrast waren en dachten van, oh jee, wat gebeurt er nu? Maar ik denk dat ze heel trots zijn. Mooi stukje Groningen, hè? Ja, dank je. Mansveld houdt van sporten. Tegenwoordig blijft het bij even op de fiets naar de stad. Maar als puber sport ze zoveel dat ze haar middelbare school niet afmaakt. Pas op haar 22e, als ze werkt als secretaresse in een ziekenhuis, maakt ze in de avonduren haar HAVO af. Dus ik ben een groot pleitbezorger van jongeren die denken van, nou, het kan later wel. Ik zeg, jongens, doe het nou gewoon gelijk, want ik weet wat het is als je werkt en leert en kinderen in huis hebt. Hoe zwaar dat is. Ja, dan ben je wel, dan heb je wel een goede klus te klaren. Ja. Je hebt 1 pleegdochter, hè? Ja. Hoe is die zo bij je gekomen? Ja, pleegkinderen hebben natuurlijk altijd een verleden, laat ik het zo zeggen. Je wordt niet zomaar pleegkind. Nou, Marcia is vrij plotseling bij ons gekomen en daarna altijd gebleven. En die periode, ja, was een bijzondere periode. Ik was 22 en Marcia was 12. En, dus je was ineens moeder van een puber? Ja, het leuke daarvan was dat je ook heel snel naar ouderavond mag. En als je dan zelf net van de middelbare school af bent, laat ik het zo maar zeggen, dan is dat wel bijzonder dat je die docenten zo tegenover je hebt. Dat vond ik wel grappig. Ja, ik was op mijn 22e, hadden we Marsje. Tjonge, dat lijkt me ook wel even iets dat je denkt, oh, hoe pak ik dat allemaal aan? Ja, het gebeurt gewoon. En dan ga je verder met z'n allen. En zij is opgegroeid, vind ik, tot een bijzondere vrouw. Maar ik denk dat iedere ouder dat vindt van zijn kind. En ik vind dat van Marcia. Je beschouwt haar echt als je eigen kind, hè? Ja. Dus ze is nu 30 jaar in mijn leven. En voor mij is het mijn dochter. Ja. Zij heeft ook kinderen? Dat zijn jouw kleinkinderen? Ja, zij heeft 2 dochters. Ik ervaar dat helemaal als mijn kleinkinderen. Maak me ook altijd zorgen. Gaat het goed? Gaat het goed op school? Hoezo een eerste vriendje als je 15 bent? En ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik vind het heel leuk dat ik het op die manier heb meegemaakt. Je krijgt een kind met een bijzonder verleden. En ze heeft haar opleiding afgemaakt. Ze heeft een leuke baan. Ze heeft een hartstikke leuk leven. En dan is het bijzonder om je te realiseren dat je als pleegouder dan een enorm verschil kunt maken. Ja, en dat je zelf geen kinderen hebt, is dat een bewuste keus? Dat is ook zo gegaan. Het is niet bewust, niet onbewust. Dingen gaan zo en ik heb er geen spijt van. Nee, ik had het leven niet, als ik het overnieuw mocht doen, niet anders gedaan op deze manier. Nee. Als ze in 2012 aantreedt als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, moet ze gelijk flink door het stof. Een kritisch ProRail-rapport over de veiligheid op het spoor is door haar ambtenaren niet naar de Kamer gestuurd. Deze gang van zaken is voor mijn fractie onacceptabel. Ik vind dat dit alles op deze wijze niet had mogen gebeuren. Er is een actieve informatieplicht naar de Kamer over tijdige, juiste en volledige informatie. En ik ben politiek verantwoordelijk zoals ik hier sta en ik bied u dan ook mijn excuses aan.
Hoe hoog was je hartslag op dat moment? Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat ik op dat moment rustig was, omdat ik wist wat ik ging zeggen en daar ook achter stond. Ik denk dat het belangrijk is als je oprecht en authentiek vertelt wat je vindt. En zo voelde dat toen ook. Maar natuurlijk is het een lastige situatie. Het is, het is niet een situatie waar je op zit te wachten. Er is veel aandacht voor. Het geeft allerlei mensen de kans om er invulling aan te geven. En aan wie heb je dan vooral steun in op zo'n moment, in zo'n periode? Nou, met name aan het departement zelf. Want die zijn er natuurlijk bij. Ja, maar die hadden het toch gedaan? Die hadden het, ja, maar dat niet zijn de wel de mensen gestuurd. Waarmee je samenwerkt en waarmee je gezamenlijk voor die klus staat. Ja. Je kunt niets alleen. Ik geloof heel erg in het leven dat je dingen samen moet doen. Alleen gaat het niet. Er is een mooi gezegde wat zegt, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat geloof ik oprecht. En dat dan soms dingen niet helemaal goed gaan, dat is niet erg. Je moet er samen voor blijven staan. Ik snap dat je tegen de pers zegt, dit hoort erbij. Maar wat zeg je over zoiets tegen je partner Jacob? Hetzelfde. Ik denk dat die is Gronings, die is Groninger, dat die daar zelfs nog rustiger in is. En zegt gewoon op koers blijven, dit soort dingen horen bij de tocht. En in sneltreinvaart dient de volgende affaire zich aan. De NS stopt, net als de Belgen, met de internationale hoge snelheidstrein Vira. Maar de NS is gewaarschuwd. Alle stukken worden op hun merites beoordeeld als onderbouwing van het voornemen van de NS. Kun je een beetje tegen de kritiek? Je bent nu een hoge boom en iedereen vindt iets van je en zegt iets van je of schrijft iets over je. Hoe trek je dat aan? Ja, ik heb er niet zo'n last van. Uiteindelijk heb je je partner, je vrienden, het gezin, mijn dochter. En je doet je werk oprecht, met energie, positief. En je weet dat dat erbij hoort. Het is wel zo dat je het merkt. In de Albert Heijn zijn er mensen die dan oprecht komen vertellen wat ze vinden van van de trein, dat hij niet meer rijdt. Wat zeggen ze dan? Nou, veel meer mensen kijken voor mij gevoel politiek 24 dan ik dacht. Want dat was best wel zwaar in dat debat en heeft u goed gedaan. Ja, dat vind ik zo leuk. Sta je bij de vleeswaren en staan mensen dat tegen je te zeggen. Dat vind ik heel leuk. En dat had ik me van tevoren niet zo gerealiseerd. Dat mensen zich heel betrokken bij je voelen en ook bij zichzelf. Want die trein is voor hun ook heel tastbaar. Dus ja, het komt erbij en je beseft je later pas wat de impact daarvan is, maar het hoort er ook gewoon bij. Elke vrijdag stapt Mansveld in de dienstauto richting Groningen. En daar heeft ze zo haar vaste rituelen. Een aantal dingen doe ik echt altijd in Groningen. Dat is mijn make-up kopen, dat is naar de kapper gaan. Dat is op zaterdag een rondje door de stad doen. Even vaste winkels even langs. En dan ben ik thuis. Is er ook genoeg tijd voor je partner, voor Jacob? Ja, altijd. Ik kom vrijdag thuis. En het eerste wat we doen is de boodschappenlijst in elkaar zetten. En ik ben het weekend altijd in Groningen thuis. En daar geniet ik van. Mansveld woont samen met Jacob Bos. Tot 2005 actief voor de PvdA in de stad Groningen. Hij heeft longemfyseem en zijn longen functioneren nog maar voor een kwart. Als ik kijk naar hoe hij daarmee leeft en hoe dat de afgelopen jaren gaat, ja, hebben wij dat eigenlijk in ons leven, hij in zijn leven en ik als partner in mijn leven, verweven dat dat zo is. En voor ons is het perspectief dat we kijken wat kun je en wat niet. En je moet beperkingen niet bevechten, maar zorgen dat je die in je leven inpast, waardoor je kunt doen nog wat je wil doen. Ja. En dat lukt hem. In plaats van een gewone fiets heb je een elektrische fiets. En hij deed vroeger een racefiets en rijdt nu motor, want dan hoeft hij niet te trappen. En als er lange stukken gelopen moeten worden, nemen we een rolstoel mee. En dan kun je eigenlijk gewoon heel veel gewoon doen. Ja. En hoe kijk je dan samen naar de toekomst? Nou, dat dit een gegeven is waarmee je leeft en dat je dat er gewoon is. Dat is zo lekker hier. Ja. Wat neem je? Altijd Kalamata olijf, want die vind ik heel erg lekker. Je bent zo positief, hè? Terwijl je hebt een hartstikke druk bestaan. Je hebt een man die ernstig ziek is. Hoe kan dat? Ik heb
elke dag altijd het idee, met alle energie, dat het een leuke dag wordt. En ik geloof oprecht dat het glas altijd half vol is. En als je altijd zegt dat het glas half vol is, dan kun je met de andere helft, als die leeg is, heel goed leven. Maar je hebt toch wel eens een baaldag, neem ik aan? Zelden. Als ik boos ben, 5 minuten boos. Ik heb helemaal geen olifantengeheugen. Het heeft geen enkele zin om lang boos te blijven. Ik ben wel fanatiek, daardoor kan ik ook wel 1 keer uitschieten. Maar altijd positief. Ik heb ook altijd energie. Het is zeldzaam dat ik echt een baaldag heb. Ja, zo steek ik in elkaar, zo ben ik. En ik ga ervan uit dat het ook zo blijft. Ja. Je moet betalen. Oké. Dankjewel. Goed weekend. Hoi.